Nou, vandaag hebben we gesproken over waterstof. En ik heb ook vooral verteld hoe lang de weg is om dat te bereiken. Maar dat het nog steeds het geloof is in waterstof. Dat het eigenlijk de enige manier is om helemaal emissievrij te zijn als het gaat over grote vermogens en lange afstanden. Nou ja, en uiteindelijk kennen we elkaar. Jij bent ermee bezig. Ja, nou wat ik echt heel leuk vond uit het verhaal van Tekla, die ook heeft verteld over waterstof, maar ook de eerdere ervaringen, dat ik eigenlijk niet wist dat je er al zo lang mee bezig was. En ook wat wel speelt als je dit soort proefprojecten, want dat zijn het uiteindelijk om te kijken hoe we kunnen van leren, maar dat je er ook wel eens fout kan maken en dat het ook wel eens mis kan gaan. En dat is gelijk het spannende van dit soort trajecten, dat je nog niet weet hoe het gaat lopen. Maar wel met vertrouwen en ook leren van wat er eerder misschien niet goed is gegaan. En ik denk ook, je ziet dat zo'n traject van Femke ook ongelooflijk gaat slagen met haar schipper Harm. Omdat er een bevrachter mee is, die geeft een langetermijn contract. Dat hebben we net ook bij Sebastiaan gezien. En dat heb jij ook weer geregeld. En ik denk als je dat samen doet, dan is de enige manier om ook degene die zijn nek uitsteekt te beschermen dat het een failure wordt. Want waterstof krijgt hij van zijn bevrachter. Ja, nou, de waterstof bij ons in dit traject met Harm Lente komt echt vanuit de klant, dus vanuit de industrie. En dat is ook wat mooi, het is echt een ketenintegratie. Maar wel inderdaad met een lange termijn contract, waardoor wij hem daarin helpen. Ja. Dat had hij niet zonder jou geregeld. En dat is inderdaad wat we wel kunnen zeggen. Het samenwerken, ja.